De Nationale Assemblée staat stil bij de Internationale Dag van de Humanitaire Hulp. Omdat niemand weet wanneer een grote ramp zich in dit land kan aandienen en er aan Suriname humanitaire hulp een zaal moeten worden geboden. Parlementsvoorzitter B. wil er daarom op toezien dat het parlement in de nabije toekomst zal werken aan een rampenbestrijdingsplan. B. wijst erop dat het de afgelopen jaren in Suriname merkbaar is hoe de toren van de weergoden levens kan ontwrichten. Daarom moet er niet worden gewacht tot het te laat is. Elk leven is belangrijk, dus moeten we ervoor waken dat we in Suriname de levens van hardwerkende hulpverleners ooit hoeven te betreuren. Samen moeten wij ervoor zorgen dat de wereld voor elk één leefbaar is. Aldus B.